Hallo, dit is een update van mijn Ghostbuster Collection. Ik zal beginnen met deze light-up statue, Terror Dog van Diamond Select. Ik kan hem even aansteken en dan zul je zien dat hij zeer mooi uitkomt. Het lichaam ligt op, ogen ook, en in het donker is hij ja, nog beter. Je kunt zien, mooi afwerkt. Ook de poten, de nagels, zeer leuk, zeer mooie pose. En dit is eigenlijk een ja, meer of meer een limited edition. En dit is het 354ste exemplaar. En in totaal zijn er zo'n 1984 gemaakt. En dat verwijst eigenlijk naar de ja, release year van de eerste film. En die hebben ze nu ja, recent, denk ik vorig jaar of ja, 2 jaar geleden misschien al, is die uitgekomen. En die hebben ze dan speciaal hiervoor gemaakt. En ja, die heb ik nu recent aangekocht. Ik ben er zeer tevreden van, moet ik zeggen. Nu kun je zien aan het hoofd en aan de hoorns dat dit ja, Vince Clortho zou kunnen zijn. Hoewel het officieel niet op de verpakking staat. Lijkt deze toch meer op Vince Clortho, want de andere die heb ik ook en die lijkt toch een beetje anders qua hoofd en vooral de hoorns, daar zit het grootste verschil. Nu dit is Zool en deze is gemaakt van NECA in 2005, dus een verschillend productiejaar. En daardoor is deze meer en meer zeldzaam geworden. En is het niet meer zo evident om die zomaar aan, ja, aan de retail price te kunnen kopen. Ik moet zeggen, de prijs in de tijd was toen ja, $15 of zoiets. $12 misschien. Het is moeilijk te geloven, maar het is zo. En tegenwoordig vragen ze daar toch wel ja, makkelijk het tienvoud van. Of ja, toch zeker een goede $100 voor één. Nu moet ik wel zeggen, in zijn originele verpakking. Weliswaar. Maar als je ze in tweedehands, zoals ik, kan kopen voor €40, dan zou ik zeggen, twijfel niet. En zeker als de ogen gaan. Dat is eigenlijk wel het voornaamste. Als de ogen aan. En als alles, alle poten en oren nog aanhangen, dan zou ik zeggen: doen! Want ze worden steeds zeldzamer en zeldzamer. En zoals ik zei, ja, de originele doos hoeft voor mij niet meteen. Want hij staat hier nu zeer mooi tussen de andere objecten. En ik kan op die manier ook ogen uittesten als ze in verpakking zit, wordt dat iets moeilijker. En dan moet je de doos kapot doen waarvoor je net ja, $100 hebt betaald. En dat is dan ook wel een spijtige zaak. Dus voor €40, als je dit kan vinden, absoluut doen. Ook eens kijken natuurlijk naar de verzending, maar toch in totaal €50 voor deze figuur in perfecte staat. Met ogen die werken, niet twijfelen zou ik zeggen. Wat is er nog nieuw? Naast deze twee dogs, deze Puffy. Dus dit is wel een heel grappig figuurtje. En ja, een beetje een soort parodie. Stay pissed. Staat er op zijn hoed. Of pet, of ja, capuchon, of hoe noem je het. Beer. He wants to drink some beer.
Die zegt fuck off, fuck you. Ja, sorry kinderen. Dat woord mag je niet gebruiken. Maar doe nu toch even. Dat wil ik eigenlijk zeggen aan de Ghostbusters. Ik wil gewoon mijn biertje drinken. Laat me gewoon even doen. Dus, wel een hele leuke parodie op deze. Real, ja, niet life size natuurlijk. Maar wel levensechte Marshmallow Man. Dit is gemaakt van Diamond Select. Dit is eigenlijk een spaarpot. De achterkant is een klein gleufje. En ook het hoofd kan je hiervan verwijderen. Maar om de figuur eigenlijk niet te beschadigen, laat ik het liever zo. Wat is er verder nog nieuw naast deze figuren? Dus daar zag je al even Slimer in het groot. Deze Slimer is nieuw. Samen met Peter, wel gekend van het hotel scene in de Sedgwick Hotel. En ik moet zeggen, zeer mooi. Het pak is ook gecoverd in slime. Zeer leuk. Het hoofd is goed gelukt. Met de gloves. En de proton pack. Alles erop en eraan. Zeer leuk. Zeer leuke slimer figuur. En zeer tevreden dat ik deze heb. Een andere Peter. Dit zijn dus de andere figuren die ik al had. Zool en Egon, de Library Ghost. En dit is dan ook een meer recente, eigenlijk een tweede Peter die ik recent heb aangekocht. Maar ook een, ja, toch wel een must-have. Het is een heel populair figuur, personage. Peter Venkman. En is ook wel, ja, de leukste. En ja, de meest populair. In zijn labcoats, de figuren die met een labcoat komen eigenlijk enkel maar even voor in de film. Tijdens een reclamespotje. Dan zie je ze wel even, dus heel kort. En ja, deze taxi cab driver ghost is ook zeer mooi gelukt. Zeer mooi gedetailleerd. En komt ook even voor. En dit is ook wel heel oud vintage videocam, dus de tijd dat dinosaurussen of pterodogs nog bestonden. Dan hebben we hier nog Viggo, die had ik al samen met een derde Peter. En ik moet zeggen dat de hoofden van Peter, zowel daar als Slimer, zijn toch wel verschillend. En ja, het is moeilijk te zien. Eigenlijk moesten ze mooi naast elkaar zitten. Ik zou ze uit de doos moeten halen, naast elkaar. Kun je het nog beter zien, maar ik laat ze liever zo in de doos. En ze zien er ook goed uit. Het enige wat ik kan opmerken van de doos, van de cover, is eigenlijk vooral het feit dat de figuren uit de eerste film, dat kan ik nog begrijpen, dat dan de Marshmallow Man op de achtergrond staat, Pterodogs vooraan, zeker hier, het geeft een heel leuk beeld met Dana, die dan ook zal veranderen in een van de dogs, in Zool. En, maar bij de tweede film, of de figuren ervan, ja, klopt dit niet meer zo helemaal. En dat vind ik wel jammer, dat ze dan geen andere cover hebben gemaakt. Met, ik zeg maar, in plaats van de Scolari Brothers. Hier, ja, misschien ook nog eens vooraan zo. Of, ja, het had wel iets anders mogen zijn. Voor mij iets meer met de slime of met de Liberty Statue. Dat ook wel een leuk idee geweest, want daar bestaan ook heel weinig figuren van. Ik denk één figuur, ook een light-up statue van Diamond Select. Dit is dan opnieuw Ray. Uit de tweede film, dan heb ik er hier ook nog twee
Winston Slime Blower. En deze is dan ook wel nog goed geslaagd. Komt echt ideaal. Zie je zo Ray. Die gecoverd is in Marshmallow. Ook een leuk beeld. Deze had je misschien ook al gezien in een eerdere video. De Firehouse. In relatief goede staat nog. De deuren hangen er nog aan. De containment units. Is volledig. Enkele figuren. Ja, uit mijn kindertijd. Zeer leuk. En ik moet zeggen, die film, ja. Doet me ook wel terugdenken aan mijn kindertijd. Maar toen ik klein was, was ik echt verschrikt van de Terror Dogs en andere, dus het was wel echt een scary movie, zoals je kunt zeggen. Echt wel een horror voor kinderen. Ook wel een aantal nachtmerries van had. Maar ja, ook wel leuke tijden mee beleefd. In de speelkamer. En dit is dan Winston, ja, die staat onderin. Bovenaan geen plaats meer voorlopig, of er moet een nieuwe rek bij. Dan ja, is Winston ook wel zeer mooi geslaagd, kun je wel zeggen. Zeer mooi afgewerkt. Dat is dan zijn locker, die uitschuifbaar is en waar ook een aantal accessoires in zitten, zoals de blueprints van het, ja, het Gozer gebouw. Zeer mooi figuur, ben ik zeer tevreden van. Dan kunnen we misschien overgaan naar mijn, ja, grootste aanvulling van mijn collectie. Dus ik denk dat deze al groot is. Dan moet je dan toch even kijken. Deze is 11 inch. Dan is deze 15 inch. Dan moet ik zeggen dat deze wel very, very nice is. Zeer leuk met de wagen. Die had ik van een videogame, van de videogame. Die had ik er even leuk bij gekregen. Ook een beetje de start geweest van de collectie. Het kleine wagen. Met het idee om ooit, ja, misschien inderdaad zo'n Marshmallow Man te kunnen aanschaffen. Wat niet evident is en bleek, tot op een dag iemand deze Marshmallow Man voor, ja, 10 euro op het net zette. En ja, dat bleek geen zo verstandige keuze. Hij had namelijk Marshmallow Man, en ik heb hier de achterkant van Gozer. Een tweede Gozer kunnen aanschaffen. Marshmallow, dus de tweede A, werd een E. Dus ja, een verkeerde spelling op die manier. En op die manier ook wel heel wat potentiële kopers ja, laten schieten. En ik was een van de weinigen waarschijnlijk die deze aanbieding heeft gezien. En ook effectief een bod heb uitgebracht. Dat was 10 euro en er is niemand, maar dan ook niemand meer overgegaan. In totaal mocht ik nog eens, ja, het dubbel aan verzending betalen, maar dat kon mij op dat moment niet veel schelen. Dat was ja, 20 euro, dus 30 euro in totaal plus verzending voor deze figuur is echt wel een koopje. Ja, misschien wel mijn beste koop, alhoewel dat er misschien nog één is die het kan overtreffen. Maar ook voor deze figuur zeer zeldzaam. Ik moet er wel bij zijn dat ik niet de originele doos heb. Het is weliswaar een open doos, maar die zat er dan weer niet bij. Maar u ziet, de figuur is in zeer goede staat. Ja, geen krassen of stiftmarkeringen of wat dan ook. Echt wel vrijwel niets op aan te merken. En als ik dan even deze erbij haal, Gozer,
Dan zie je meteen, ja, de prijs. 8 euro. Zeer leuk. Die heb ik vorig jaar gekocht. In een lokale, hier een lokale, ja, het is geen echte toy store, maar een collectible store. Die eigenlijk zich nu meer gaat richten op modelauto's, modelbouw enzovoort. En deze figuren moesten van de hand. En het waren de laatste. Ze hadden nog wel enkele, ja, Freddy Krueger, ja, The Crow en, ja, enzovoort. Nog een aantal leuke figuren. Maar daar was ik eigenlijk niet zo heel in geïnteresseerd, minder geïnteresseerd. Want dan is dat opnieuw een, ja, is dat een nieuwe collectie die je moet starten. En als je dan één figuur hebt, dan weer twee en dan gaat het zo verder. Dus ik beperk me voorlopig tot de Ghostbusters. En deze kon ik gewoon niet laten liggen. Ik had er al één, ik bedoel 18 euro. Het is moeilijk te lezen. Maar dan gereduceerd naar 8 euro. En het grapje hierbij, of ja, het grapje is dat de verkoopster er toch nog eens voor de lol bij zei, ja, 800 euro, alsjeblieft. Ja, grappig, vond ik dat op dat moment. En ja, eigenlijk nog steeds. En ja, natuurlijk gaf ik dan gewoon 10 euro en ik zei nog, het is goed zo, laat maar. Maar ze stond erop om 2 euro terug te geven. Dus je moet je maar eens voorstellen. 10 euro betalen voor deze figuur en nog geld terugkrijgen. Ja, als je weet dat dit ja, toch een zeer zeldzaam figuur is. En ja, ik heb er dus 2. Dus ik zou kunnen deze verkopen. Voor ja, de prijs die er wel... ja. Toch wel wat wordt voor gevraagd. Maar ik heb toch besloten om dat niet te doen. Ik vind het echt wel een zeer apart koop. Moet ik zeggen. En tenzij je 800 euro over hebt. Dan zou ik er misschien nog eens over nadenken. Maar anders. Ja, vrees ik toch dat deze nog mooi hier blijft. En ik vind het wel heel grappig. En dan is deze... Mijn laatste toevoeging heb ik wel samengekocht met Peter Slimes. Kwam van de States. En ja, ik moet wel zeggen, als je zo'n verzameling start, dan moet je wel een beetje kijken van, ja, wat koop ik waar. Ik heb deze gekocht uit de States, was $25 verzending. Dat zijn allemaal toch zaken die je ja, een beetje moet rekening mee houden. En ik zal even tonen. Sorry gentlemen, but my public calls. Dr. Venkman prescribes a nice long nap in the containment unit. Hey, don't make fun. This is how I got through college. Strange, weird, eccentric, sick. That about covers it. Ah, okay. Dus die... Sorry, gentlemen, but my public calls. Okay, dus is dat. Dus denk al 4, 5 zinnen die jij ja, herhaalt. En zeer leuk. Zeer, het is een echte exclusive figuur. Want deze 4 heb je eigenlijk al. Waaronder inderdaad ook Peter. Dus deze 4 bestaan in dezelfde verpakking. Weliswaar. En deze is eigenlijk apart uitgebracht met geluid. Dus deze heeft wel geluid, deze niet. Deze andere hebben geen geluid. Deze wel. En ja, dat is wel een heel leuk Peter Venkman te zien in. Dus Real Ghostbuster Episode 11 Citizen Ghost. Dit zou dan de... figuur moeten zijn. En ja, vond ik wel een leuk extraatje. Want het was eigenlijk niet echt mijn bedoeling om deze tekenfilmfiguren te gaan aanschaffen, maar deze kon ik toch niet laten liggen ook. En ja, als ja, je ziet, ik heb er nu toch al een aantal 12 6 inch figures en ja, dan nog is je honger eigenlijk niet gestild. Ik had graag nog de tweede Scolari Brother gehad. Met Ray erbij. Dit is trouwens ja, de laatste van deze serie. Die ze voorlopig gemaakt hebben bij Mattel. En
Ja, ze hebben hem daarvoor ook nog niet goedkoper gemaakt. Ik denk $25 in de States. Dus hier kost hij zeker ja, 40 euro. 40, €50. Dus ja, moet je wel een beetje gaan nadenken. Deze heb ik veel goedkoper kunnen kopen. Ik heb ja, 7, 8 figuren in één lot kunnen kopen. En ja, dat bespaarde heel wat aan verzending. Iemand uit Duitsland die zijn collectie weg deed, van de hand deed. En ook de wagen zat erbij, samen met een zevental figuren. En ook de 12 inch ook. En ja, ik moet toch zeggen, als je zo'n koopje kan doen, dan moet je het absoluut niet laten liggen. Op die manier koop je de figuren veel voordeliger en bespaar je dan nog eens op verzending. En ja, op die manier kun je wel op korte tijd een mooie collectie opzetten. Maar daarom ook aan mensen die ook zo'n gelijkaardige collectie zouden willen opstarten, kijk goed uit. Beslis niet te snel. Als je voelt van dit is te duur of voor mij, of wacht nog even af. Er komen altijd mogelijkheden. Is het niet in eigen land, dan wel in ja, de UK. Dat valt dan ook nog mee qua verzending. Of in Duitsland, Frankrijk of zo. Dus er zijn wel een aantal mogelijkheden waar je af en toe dan ook een koopje kan doen. En dan moet je wel snel zijn en dan moet je snel beslissen, niet twijfelen. Op die manier kan je wel een mooie, leuke collectie opzetten. Dus ja, er staan nog een aantal zaken op mijn verlanglijstje, maar ja, ik zeg, de Teradogs die moesten er toch wel bij. Geen collectie zonder Teradogs. En dat is ook wel zo. Het is zeer mooi op die manier een ja, verder kan ik niet meer aan toevoegen. Misschien nog een 12-inch figure. Want het is ook een leuk diorama. Mocht je ze alle vier kunnen aanschaffen, of mocht je ze al hebben, laat het me weten. En toon hoe dat er dan juist uitziet, want ik heb er geen flauw benul van. Ik heb enkel de rechter dog. En als je alle vier naast elkaar zet, dan heb je een volledig diorama. Mooie grootte. Heel leuk. Dan heb je zo ja, de poort, de gateway naar Gozer. Op die manier. Je hebt dat ook wel van de Zool figure. Daar heb je ook de doos ervan. De andere dozen zijn wit. Want deze, de Zool figuur, heeft een aparte doos. Dat is ook een Comic Con exclusive. En die heeft eigenlijk ook de doos met de poort erop, met de honden, maar dan kleiner. Een kleinere versie dan daarvan. Dus dat is wel zeer leuk. Maar al bij al, kijk, als je deze figuren al kunt aanschaffen, mag je best wel tevreden zijn. En ja, wie weet. Kom er wel nog een aantal bij. Dus we zullen zien en ik laat het je weten. Alvast bedankt en tot ziens.